Christmas! Merry Christmas! Dit is mijn kerstcadeautje van dit jaar. Het is vandaag zaterdag. Eerste kerstdag 2021. Ik heb vanaf nu officieel vakantie. Ik heb nu geen lockdown vakantie. Ik heb nu gewoon vakantie. Ik wil niet stoppen. Vandaag vieren we kerst. Morgen vieren we kerst. Oh, het is ook bijna nieuw jaar. Tot vrijdag is het al. Besef even, af nu, over een week, is het oud en nieuw. Als deze video online komt, is het 1 januari. Happy New Year! Hoe was jullie oud en nieuw? Laat ook even weten. Kerstcadeautjes mag ik ook laten weten, want dat heb ik niet gevraagd. Ik heb wel Merry Christmas gezegd, volgens mij. Ik heb dit jaar heb ik niet echt een kerstgevoel. Ik had echt 100 dagen daarvoor had ik ineens super zin in kerst. Ja, dat was echt 150 dagen van tevoren of zo. Had ik steeds ook op een Snapchat verhaal gezet. Oh, ik heb zoveel zin in de kerst en blablabla. Ja. Ik had de kerstfeelings niet. Vorig jaar ook niet. Vorig jaar gewoon kerst echt stom. Maandag heb ik nog geen idee wat we gaan doen. Dinsdag ook niet. Woensdag ook niet. Ik denk dat ik donderdag springles heb. Vrijdag ook geen idee. Dat is oudjaarsdag. Ik denk dat ik dan even 's ochtends moet rijden. Want anders hebben we de hele tijd firework. En dan is het alweer het nieuwe jaar. Nou, Blondie, hebben wij nog goede doelen voor het nieuwe jaar? Hebben we nog iets dat we willen bereiken? Of Blondie loopt weg. Oké, nou weet je, dan doe ik het al in mijn eentje. Mijn goede doelen voor aankomend jaar zijn denk ik L2 met dressuur. En een parcoursje springen hebben gereden. Want vanaf april kan je ook weer starten. Dus ik heb nog geen idee of hoe en wat. Maar... ik denk dat ik wel een rondje 60 doe of zo. Ja, Blondie. Met Ivy zou ik het ook wel heel leuk vinden om in een B te starten. Dan gaan we volgende week ook naar Hees toe. De 6e. Oh, er komen allemaal zulke leuke dingen aan volgend jaar. De 6e gaan we dan naar Hees toe. Gaat Blondie nagekeken worden. Hoe het nu zit met de verschillingen en hoe ik het weer verder kan opbouwen. Ivy wordt dan ook bekeken en dan wordt misschien ook wel ingespoten. Ligt eraan wat voor tekeningen ze heeft en hoe Mara er tegenaan kijkt. Mara die is weer uit de quarantaine, dus dat is ook helemaal goed. Kijk, ik vind niet mijn kerstoutfit, want ik heb niet echt kerstdingen. Ik heb een wit wedstrijd t-shirt met, kijk, het is allemaal... Oké, we gaan fitcheck. Al is horse, volgens mij. Montar, Zalando, geen idee van welk merk het is. Montar. Montar. Iets van Horror Store. Lucas. Blondie. Wat een ding. Kijk, paardenmensen zeggen altijd, je moet niet achter een paard gaan, dat is gevaarlijk. Maar... ja. Vertel wat je gaat doen. Hallo? Wij gaan een jachtseizoen doen. Oeh. 1 tegen 1. Tessa tegen Rick. Wie zal er winnen? Ik kan het niet meer aan toe zien. Nee, Alice. Yeah. Tessa, wat ga je doen? We gaan een jachtseizoen spelen. Ik heb al helemaal tactiek uitbedacht, maar ik ben echt wel een beetje zenuwachtig eigenlijk. Ja. Oké, okay. Wie gaat wat doen? Ik ga rennen, Rick is dan stuk TV en dan ben ik Wat ben jij? Oeh. Oké. Okay. Nou, succes. Je gaat verliezen. Auw. Oké. Okay. Helemaal rood. Oké, ik heb nog 10 minuten ongeveer. Check waar ik loop. Ik ben bij de Walenkering, kijk. Daar ergens zie je witte dingen. Nou, als je hier in de buurt woont, dan is dat in de buurt van Hoek in Holland. Hoek in Holland. Het duurt minimaal 10 minuten om nu van de waterweg af te komen en naar mij te gaan. Dus ik heb gewonnen. Valt wel mee hoe kapot ik ben. Mijn benen zijn een beetje verzuurd. Maar, I think, hij heeft gewonnen. Ik zeg wel I think. Het kan zomaar zijn. Dat hij ineens uit of nowhere daar vandaan komt. Oh, de fietsen net ook allemaal mensen waar die dacht. Ik ga mij achterop.
Nou, natuurlijk niet gevraagd, want die adres die heb ik niet. Kijk, gaatkering. Ja, maar ik zie hem niet. Woehoe! Raak! Ik ga niet komen. Als er zo'n ineens super veel water komt, dan gaat deze dicht. Het is trouwens nog 7 minuten. En in 7 minuten kan je dit hele ding niet rennen. En dan heb ik ook nog benen die kunnen rennen. Oh, dus ik moet zo even een belletje maken naar mama of naar papa. Ik vraag of ze me kunnen komen ophalen. Kijk hoe groot deze dingen zijn. Het lijkt wel een soort muur. Maar die dingen kunnen dus ook nog bewegen. Voor haar test. En dan voor je uitvoeren. De linkerkaak is soepel, de rechterkaak is soepel. Zo. De rechterkaak is soepel. Zo. Ja, in de schouder bij. Hey. Wat leuk. Het is bij ons bijna nieuwjaar. Het is namelijk de 31ste vandaag. En dat betekent oudjaarsdag. Ja, gewoon bij Blondie. Blondie heeft eten tekort. Maar Blondie krijgt nooit eten van ons. Mijn tuin wordt zo opgegeten. Ik kan de toekomst voorspellen.